Waarom werd Jezus gedood? Er zijn, vooral modernere theologen, maar ook mensen waarvan ik denk die nog geroepen zijn om Jezus' werk te leren kennen, zullen vertellen hoe Jezus een goed man was die van alles probeerde, maar uiteindelijk is mislukt. Hij vocht tegen de high society en die nam dat niet. Hij wilde dingen omverwerpen en dat werd niet gedoogd. Maar de diepere reden van Jezus' kruisdood is wat hij zelf zegt. En het is goed om telkens weer naar zijn woord terug te keren. En te zien wat er in het evangelie wordt gezegd. Niet om een goed werk stenigen wij u, maar om een godslastering. Dat gij een mens uzelf tot God maakt. Dat zeggen de Joden. Dat zal voor het Sanhedrin op die donderdagavond nadat hij gevangen is genomen ook de beschuldiging zijn. Dat gij een mens u tot God maakt. En Jezus doet daar niets van af. Hij zegt, gij zult inzien en erkennen dat de Vader in mij is en ik in de Vader ben. En als hij spreekt over de godslastering, dan zegt hij, maar waarom beschuldigt gij mij daarvan dat ik mijzelf Gods zoon noem? Wel nu, waarom men hem daarvan beschuldigt, is omdat het een godslastering is. Het is zelfs de grootst mogelijke godslastering die een mens kan uitspreken. Te zeggen, ik ben God. En dat is ook het onvoorstelbare van ons christendom. Dat is waar een grote breuk loopt met het geloof van de Joden, van wie wij het geloof notabene hebben doorgekregen. En wij geloven in de God die zich aan de Joden heeft geopenbaard. En hoe God in de geschiedenis is gekomen bij Abraham. En hoe God uiteindelijk al aan Abraham heeft beloofd dat er een zegen zal komen over alle volkeren, niet alleen over het Joodse. Maar christenen geloven dit onvoorstelbare, dat deze mens, Jezus, God is. En dus ook dat God deze mens is. Dat is niet geloven in polytheïsme. Wij geloven in één God. Maar God heeft zich zo met ons willen identificeren. Jezus is zo solidair geworden met ons mensen die op een doodspoor terecht waren gekomen, dat hij onze menselijke natuur heeft aangenomen. Ja, meer nog, dat hij de zonde van de mens op zich heeft genomen. En als een misdadiger is willen sterven. Hij de enige die ons kon redden. Hij de enige die onvoorstelbare schuld bij God kon uitboeten, omdat hij zelf God is. Het is deze Jezus die zich gaat geven op het kruis, ook komende week, als wij stilstaan bij Goede Vrijdag. Maar tegelijkertijd weten we dat Pasen zal volgen, dat hij leeft. Dat hij sterker is dan de dood en dat hij zijn geest in ons heeft uitgestort. Want wat wij geloven is onvoorstelbaar. En toch, het is de geest die in ons spreekt. Het is de geest van God die onze menselijke geest bevestigt en ons laat zeggen, Jezus is de Heer. Hij is God zelf. God kan ons niet meer dichter nabij komen dan juist in Jezus Christus. Iedere Eucharistie mogen wij dat geheim opnieuw vieren. Hoe hij bij ons komt. Hoe wij het lichaam van Christus ontvangen. Hoe hij in ons wil komen wonen. Opdat wij mensen boven onszelf worden uitgetild. God wordt mens. God neemt het menselijke lichaam, het menselijke bestaan aan. Opdat wij mensen opnieuw met God zouden leven. Ja, onze oorspronkelijke waardigheid weer terug zouden vinden, kinderen van God te mogen zijn. Dat is niet iets
wat bij toverslag gebeurt. Het doopsel, hoe belangrijk dat ook is, waardoor wij als kinderen van God worden aangenomen. Dat is een weg doorheen de geschiedenis van ons eigen leven. Een weg die wij mogen gaan met vallen en opstaan, zoals Jezus die ging met vallen en opstaan op weg naar Golgotha. Maar wij mogen nu al overtuigd zijn van de eindoverwinning, omdat er één is die ons bij de hand neemt, die het initiatief neemt. In de Oosterse kerken wordt Pasen uitgebeeld als Christus die nedergedaald is naar de hel. De poorten van de hel zijn verbroken en daar staan als eerste Adam en Eva. En als Christus, de overwinnaar, hen uit de hel haalt, neemt hij niet hun hand vast. Dat zou betekenen dat wij van onze kant de hand uitsteken en God onze hand neemt. Nee, hij neemt hen bij de pols vast. Dat is zoals een reddingswerker die een slachtoffer bij de polsen pakt. Omdat die persoon zelf niet meer in staat is zich te redden of gered te laten worden. En zo komt Christus naar ons toe. Hij neemt ons vast. We hebben de vrijheid om te zeggen nee. Maar wij mogen Gods liefde ontvangen. En hij zal ons gelukkig maken. Niet alleen in de hemel, maar nu al. Omdat wij die relatie met God hersteld mogen weten. En als kinderen mogen groeien naar dat leven waar nooit meer een einde aan zal komen. Amen.